Goedemiddag op deze woensdag. Het is 9 februari. Ik ben klaargemaakt en leuk dat je weer meekijkt naar een nieuwe weekvlog. Vandaag is mijn vader jarig. Ik heb hem al eventjes gebeld om te feliciteren. Ik had eigenlijk een kaartje willen sturen, maar heb dit uiteindelijk niet gedaan omdat ik hem dus gisteren zag. Ik had geen kaartje in huis en had ik het kaartje moeten kopen waar hij bij was en ook moeten schrijven waar hij bij was. Dus dat vond ik niet zo leuk. Dus ik zei al tegen hem, joh, als ze op je verjaardag komen, dan neem ik alsnog wel een kaartje mee. En dat was goed, zei hij. We weten nog niet wanneer hij het gaat houden. Het ligt er natuurlijk ook even aan wat de regels nu gaan doen. Volgens mij is het gewoon nu nog steeds 4. Maar ik heb ook gehoord dat ze flink willen gaan versoepelen aanstaande dinsdag. Dus dat is allemaal eventjes afwachten. Er stromen al wel weer wat dingen naar buiten. Maar het is allemaal nog eventjes kijken van wat er daadwerkelijk waarvan is. Maar we hebben nog geen datum wanneer het echt gevierd gaat worden, dus dat horen we nog wel. Ik heb gisteravond Married at First Sight gekeken. Op zich vond ik het leuk, alleen er valt me gelijk al één ding op. Er is één stel, dat zijn twee mannen, Arjan en Maurice. Maurice is echt wel gewoon een leuke vent. Staat heel open in het avontuur, wil er helemaal voor gaan en Arjan die deed in het begin heel erg popiopie voor de camera en heel erg van, hij lachte heel veel weg en ik vond hem een beetje een popiopie figuur. Ik vond zijn reactie toen Carlo bij hem voor de deur stond om te vertellen dat hij uitgekozen was om te gaan trouwen ook een beetje apart. Oh, ik had je niet verwacht. Nee, dat lijkt me logisch want het is een hele onverwachte ontmoeting. Ik vond zijn reactie een beetje vreemdig. Nou, hè, alles is geregeld. Ze zijn inmiddels nu getrouwd. Maar eigenlijk vond ik al vrij snel dat Arjan begon van, ja, nou, als het nu voorbij zou zijn, zou ik het ook wel prima vinden. Hij vindt Maurice te intens qua blikken. Ik vraag me eigenlijk heel erg af, is deze man geschikt voor dit programma? En dan denk ik persoonlijk dat het niet zo is. Ze hebben nu ook een opdracht, als ze op een gegeven moment op de hotelkamer komen, dan is het zo dat je fysiek contact moet maken, want het maakt weer een stofje aan, waardoor je je heel fijn gaat voelen en dit mag je dus zelf invullen. Dus kies je ervoor om elkaars handen vast te pakken of kies je ervoor om gewoon een omhelzing te doen. Nou, deze twee mannen kozen voor handen vasthouden, dan moeten ze ook een beetje over elkaars handen wrijven. Maar hij voelde zich er eigenlijk helemaal niet fijn bij en ja, ik vind gewoon de timing niet goed en nou, en hij hoeft ook niks te proberen, want ik moet nu even niks van hem weten. En nou zag ik het voorstukje van volgende week en dan zie je al dat hij zegt, ja, ik heb al een paniekaanval gehad en ik zie het eigenlijk allemaal niet zitten. Aan de ene kant snapt hij de match wel, maar aan de andere kant, hij voelt het niet. En dan denk ik, nee, maar kun je dat al voelen na een paar uur? Je kent elkaar nog niet eens. Je hebt elkaar net ontmoet, een paar uur geleden. Volgens mij kun je nu nog niet zeggen, ik voel al vlinders of ik voel al een hele intense klik. En bij sommigen is het misschien wel zo, maar dat moet denk ik ook groeien. Ik vind het niet zo'n leuk persoon, Arjan. Laat ik dat voorop stellen. En ik denk niet dat hij geschikt is voor dit programma. Dus ik ben wel benieuwd hoe dit verder afstoomt. Ik heb verder eventjes de vlog afgemaakt. En mijn foto's bewerkt, die zijn nog niet helemaal af. Die ga ik vanavond even verder afmaken. Daarna ben ik verder gegaan met The Sinner. Seizoen 2 is ook heel spannend. Het is wel heel verwarrend. Maar het was op zich wel weer een hele spannende uitzending en daarna heb ik Witsen gekeken. En ik ben nu in een nieuw boek begonnen. Ook best wel een leuk, ja, ook wel zielig, maar ook wel een interessant boek. Dus ja, wat dat betreft eigenlijk wel een fijne avond. Ik ga nu hier eventjes de boel doen. En dan ga ik straks even doodles steken. En dan ga ik jullie dan eventjes bijzetten. Want ja, het schoonmaken kennen we inmiddels wel. Dus dan ga ik jullie gewoon even meenemen met het tekenen van doodles. Ik ga even de kleding in de was doen en dan ga ik eventjes wat doen, want des te eerder ben ik ook klaar. Dus dat is voor nu eventjes de planning. Dus ja, ik ga even aan de gang.
woonkamertje is weer lekker schoon. De kleden zijn ook bijna klaar. Die zitten al in de droger. Die hoeven nog 10 minuutjes. Dus dan zijn ze ook lekker klaar. Dus dat is top. Ik kreeg het een beetje koud. Maar verder was het wel lekker. Ik ruik dan weer de frisse geur van het schoonmaken in huis. En dat maakt me altijd wel blij. Ik heb wel al even de lampjes aangedaan. Want het werd al een beetje donker buiten. Want het is aan het regenen. Nou, lekker even doodles getekend. Ik ga... De volgende keer dat ik verder ga met de doodles, ga ik ook even de andere kleurpotloden erbij pakken, dat ik even wat meer kleuren heb. Maar ja, het ging eigenlijk allemaal wel lekker, was wel even relaxed. Zelfs net nog even een paar deeltjes van de was nog weggevouwen, dat zat nog in de droger. Dat hek eruit gehaald en het hek nu opgevouwen. Een paar dingen heb ik in de kast opgehangen weer, want die konden alweer terug de kast in. Dus dat was ook wel mooi. Dus op zich eigenlijk best wel een lekker middagje zo. Ja, ik ga zometeen even lekker relaxen. Dan straks even douchen en eten. Vanavond heb je de Snackmasters en je hebt Ajax. Dus ik heb wel twee schermen, want ja, dat wil ik ook wel even zien. Dat is tegen Vitesse voor de beker als het goed is. En bij de Snackmasters gaan ze zuurstokken maken. Dus dat lijkt mij wel heel erg leuk om te zien. Want volgens mij is dat nog best wel een moeilijk proces. Ja, dus dat lijkt me echt super leuk. En daar ga ik even Steenrijkstraat Arm ook terugkijken. Vanavond moet ik dan nog even de foto's verder afmaken. En eventjes mijn artikel schrijven. Ik moet voor de vlog alleen nog even een thumbnail maken. En dan kan die ook ingepland worden. En verder ga ik uiteraard ook weer de Sinner kijken. En heb ik vanavond gewoon witsen. Dus op zich wel lekker. Ik heb de verwarming nu even wat aangedaan. Want ik kreeg het echt wel koud. Nu is het even wachten tot de kleden klaar zijn. Dan kunnen ze er weer op. En dan ja, heb ik alles mooi weer gedaan voor vandaag. Dus wel lekker. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien. Want ik heb nu verder toch niks meer te melden. Alles is in ieder geval weer opgeruimd. Dus dat is alweer heel erg mooi. Dus ik zou bij deze in ieder geval zeggen tot morgen. Goedemiddag op deze donderdag. Het is 10 februari. Ik ben klaargemaakt. En ik heb gisteravond lekker naar de Snackmasters gekeken. Vond ik wel heel erg leuk. Ze gingen een zuurstok maken. Wat een moeilijk snackje is dat ook om te maken. Nou weet ik ook niet eigenlijk of het echt tot een snackje behoort. Want het is eigenlijk meer een snoepje natuurlijk. Maar oké, ik vond het wel leuk. Ik krijg een appje binnen van mijn vader over zijn verjaardag. Volgende week zaterdag gaan we het vieren. Dus dat moest ik even beantwoorden. Maar ja, je zag ze gewoon echt wel klungelen, ook met die binnenkant. En die buitenkant was ook echt heel erg moeilijk. Ze maken eigenlijk een hele dikke zuurstok, die rollen ze uit en die snijden ze dan kapot. De chef die ik hoopte dat zou winnen, heeft helaas niet gewonnen. Maar het was wel heel interessant om te zien. Daarna heb ik Steenrijkstraat Arm gekeken. Dat vond ik echt heel aangrijpend. Het was een alleenstaande moeder. Ik moet even iets weghalen van het plafond, want ik zie een spinnetje. Zo, die is weg. Ik kan daar niet tegen als dat op mijn plafond zit. Maar goed, Steenrijkstraat Arm was dus een alleenstaande moeder met 4 kinderen. Die hadden geen keuken. Die ruilde met een stijl uit. Die woonde op... ja, waar wonen ze nou? Ik weet het niet meer. Buitenland in ieder geval. Daar woonden ze. En ja, dat koppel dat schrok eigenlijk heel erg dat dit gezin geen keuken had. En dat was zo mooi. Die hebben dus een keuken besteld. Eigenlijk op afbetaling. Want op dat moment konden hun natuurlijk niet bij hun eigen geld. En zodra hun weer bij hun eigen geld konden na die week, dan zouden ze die keuken afbetalen. Dus die mensen, toen die thuis kwamen, dat arme gezin, die hadden gewoon een hele mooie keuken. Echt prachtig. Dus het was wel echt heel aangrijpend. Want ja, die reactie was gewoon heel mooi om te zien. Maar zo mooi dat mensen dat dan toch voor elkaar over hebben. Dus dat vond ik echt wel heel... ja, heel mooi om te zien. Ik heb daarna eventjes de foto's bewerkt en ook het artikel geschreven, de vlog ingepland, thumbnail gemaakt. Toen ben ik de Sinner gaan kijken. Soms ook wel een beetje vreemd, maar zo spannend. En daarna nog een witse. Ik heb ook nog naar Ajax gekeken gisteravond, maar die begonnen al om 7 uur.
was wel even heel spannend, want hoe zou Ajax gaan spelen na alles wat de afgelopen week gebeurd is? Want Mark Overmars is natuurlijk opgestapt vanwege seksueel overschrijdend gedrag. Maar Ajax heeft het heel goed gedaan, want ze hebben met 5-0 gewonnen. Was voor de beker. Ik had het niet verwacht, want Vitesse is best wel een moeilijke tegenstander. Maar Ajax heeft het super goed gedaan. Dus ik was echt verbaasd over hoe goed ze speelden. Dus ik hoop dat ze het zondag ook zo goed doen. Maar dan hebben we ook een lastige tegenstander, want dan moeten we tegen Twente. Ik ga hier even stofzuigen en dan ga ik de spullen klaarzetten om een video op te nemen. En daarna ga ik goulash maken. Het zal wel een van de laatste keren zijn, want het is meer een wintergerecht. In de winter vind ik het hartstikke lekker, maar zodra het al warmer wordt, dan heb ik er minder zin in. Maar dat ga ik dan maken en dan ga ik jullie bijzetten. Dus dat is voor nu even de planning. Dus ik ga nu eventjes wat doen. Zo, ik heb alles wat ik nodig heb. Ik heb hier de champignons, de bouillonblokjes, het vlees, een paprika, uien, boter en de gezeefde tomaten. Dus dit ga ik nu mooi even snijden, want dan kan de goulash op gaan staan. Ik zal jullie even een blik laten werpen op de goulash. Kijk, die staat lekker te pruttelen. Staat nu zacht. Die moet nog eventjes een tijdje, maar is wel lekker. Ik heb straks wel heel veel afwas, zoals je kan zien. En ik heb nu lekker ook de lepelhouder, want daar kan die lekker erop. Dus dat is echt ideaal. Ik zet even de droger terug aan, want die was even aan het drogen. Maar die kon ik natuurlijk niet aanzetten als ik met jullie aan het praten was. Ik heb wel mijn vinger gesneden, helaas. Ja. Gewoon, je hebt hele droge handen natuurlijk, doordat je veel was. Maar dat deed ik ook al voor de corona, hoor. Ik heb wel een beetje een licht hoofdpijntje door de uien. Want ik moest ze wel door midden snijden. Dat was niet zo fijn, maar dat ging echt fantastisch in dat apparaatje. Je hebt ze ook van duurdere merken, maar ik heb deze geloof ik voor 4 euro gekocht bij Trekpleister. Ik zag ze laatst ook staan bij Kruidvat nog. En het werkt echt heel goed. Maar goed, dat sneetje gaat wel weer dicht uiteindelijk, hoor. Dat is nu gewoon even pijnlijk. Ik ga zo even lekker relaxen. De video ging echt heel vlot met opnemen. Dus dat ging allemaal super, super makkelijk.
En ik heb nu een nieuwe manier bedacht hoe ik het deurbordje af kan maken. Daar heb ik jullie verder niet bij gezet, maar dat komt nog wel. Ik heb nu alle teksten erop gestempeld. Ik ben nu op de achterkant begonnen. Ik vond de voorkant toch niet helemaal fantastisch. Ik heb de tekst erop gestempeld. En dan kan ik dat overtrekken met de houtbranderpen. Dus ik hoop dat dat wel mooi gaat. Maar alles staat er in ieder geval op. Dus dan probeer. Ja, ik hoop dat ik. Ja. Van de week of volgende week het eventjes dan helemaal over kan trekken. Want dat zou wel leuk zijn. Maar ja, het was eigenlijk allemaal wel lekker. Ik ben blij dat het opstaat. Ik had nog wel eventjes een dingetje. Want ik was eigenlijk vergeten om gezeefde tomaten te kopen. En ik had nog wel een aangebroken pakje staan. Er was maar heel ietsjes uit. Dus die heb ik gewoon aangebroken. Die heb ik gewoon doorheen gedaan. Die rook verder nog helemaal goed. Was nog helemaal goed. Dus die heb ik er doorheen gedaan. Het scheelt. Ik koop het altijd bij de plus. En er zit zo'n draaidopje op. Dus dan blijft het ook wat langer goed. Dus... helemaal super, dus dat kan ik straks lekker gaan eten. Ik ga nu in ieder geval nog even lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en dus lekker genieten van de goulash. Vanavond heb je niet heel veel op televisie wat ik leuk vind. Je hebt het knikkeren, maar ik weet niet of ik daarna wil gaan kijken. Je hebt ook iets nieuws met social media, maar ik weet ook niet of ik dat leuk vind. Dus ik moet maar even gaan zien wat ik ga kijken. Ik wil sowieso eventjes... down the road gaan terugkijken. Verder moet ik vanavond gewoon foto's bewerken. En ga ik de Sinner kijken. En ook weer witsen. Maar volgens mij moet ik even een aflevering terug. Want volgens mij had ik er eentje gemist. Dus daar moet ik eventjes naar kijken. Maar verder was het eigenlijk wel een lekker dagje zo. Ik ben wel heel tevreden. Ik ga straks wel even de nagellak eraf halen. Want het ziet er nou niet heel mooi meer uit. Best wel wat beschadigingen en zo. Dus het gaat er straks gewoon lekker af. Kunnen mijn nagels weer even bijkomen. En dan kan het van het weekend weer mooi gekleurd worden. Ik ga jullie in ieder geval morgen weer zien. Want ik ga nu verder toch niks meer doen. Dus ik zou bij deze in ieder geval zeggen tot morgen. Goedemiddag op deze vrijdag. Het is 11 februari. Ik ben klaargemaakt. Ik kreeg net een appje van Natalie dat wederom de huishoudbeurs niet doorgaat helaas. Dus weer geen gezellig uitje. Ik had er echt heel erg op gehoopt. Ik had het ergens ook wel een beetje verwacht met alle versoepelingen die eraan kwamen. Maar ik zag nu net inderdaad dat ze niet konden garanderen dat het een echte huishoudbeurs was. Dus dat ze besloten hebben om het niet door te laten gaan. Dus wel super jammer helaas. Maar ja, hopelijk volgend jaar dan maar weer bij gezondheid en welzijn. Ik heb gisteren dan de goulash gemaakt en die viel eigenlijk een beetje tegen, want hij is heel erg dik geworden. Toen zei mijn moeder, je kan er wel wat water bij doen, dat heb ik ook wel gedaan. Toen werd het wel iets meer saus, maar het bleef vrij dik. Ik heb het wel gegeten, maar het was niet zoals anders. Dus eigenlijk was ik een beetje teleurgesteld dat het niet zo goed gelukt was deze keer. Want ja, normaal gesproken gaat het eigenlijk best wel goed, maar dit keer was het eigenlijk een beetje mislukt. Toen kwam ik straks op en toen rook ik eigenlijk toen... hier de kamer in kwam ook nog steeds die goulashgeur. Daar werd ik niet heel blij van. Ik mis ook wel heel erg een afzuigkap. Ik weet niet of meer mensen dat hebben. Mijn huis heeft wel een afzuigsysteem, maar geen afzuigkap. En ik merk toch dat een afzuigkap effectiever is dan het afzuigsysteem. Dus daar baal ik nog steeds wel van. Dus ik hoop, mocht er ooit een ander huisje komen... dat ik dan wel een afzuigkap in ieder geval kan hebben. Of dat die er dan in zit. Want ik vind het echt wel een gemis. Maar dat was wel heel erg jammer van de koelers. Maar ja. Gisteravond heb ik wel even Marble Mania erop gezet. Maar ik ben eigenlijk even gaan gamen met Natalie. Want zij zei van kan ik op jouw eiland komen met Animal Crossing. Ze is gezellig bij mij geweest. Ik ben ook even gezellig bij haar geweest. Zij was heel veel aan het bouwen en aan het doen. Dus het was wel super leuk om te zien waar ze allemaal mee bezig was. Ze zegt ook het is nog lang niet af. Maar zij heeft heel veel inspiratie momenteel. Ik heb dat niet echt. Ik heb wel dingen in mijn hoofd die ik wil doen. Maar ik weet niet zo goed hoe ik dan wil beginnen en zo. Daarnaast heb ik heel veel bloemen staan die ik weg moet halen. Want het is echt een zooitje. Ik heb heel veel bomen die ik om moet kappen. Maar ik weet momenteel niet wat eraan groeit. Want bij mij groeit er niks aan. Dus ja, ik ben een beetje inspiratieloos. Maar toen ging zij op een gegeven moment serie kijken. En toen ben ik, gaan kijken. Down the Road was wel een hele mooie aflevering ook. Mocht je dat niet gezien hebben, misschien dat je het kan terugkijken of zo. Want ik vind het wel echt een aanrader. Het is echt wel heel mooi om te zien, maar het moet je ding zijn. Kijk, als je er niks mee hebt, dan houdt het natuurlijk ook op. Ik heb daarna de foto's bewerkt. Ik moet nog even één nieuwe foto maken, want ik ben een paar foto's kwijt. Waar ze gebleven zijn, Joost mag het weten, maar ik weet het niet. En toen ben ik weer de Sinner gaan kijken.
En daarna had ik Witsen, dus dat was verder de avond. Het boek is helaas ook alweer bijna uit. Ik vind het zo'n leuk boek. Maar ja, dat gaat dan best wel hard. Dus op zich eigenlijk een prima avondje. Alleen even het goulash-fiasco was een beetje jammer. Maar goed, vanavond weer een nieuwe poging met eten. Ik ben ook altijd iemand die echt best wel een zooi maakt met koken. Ik weet niet of dat herkenbaar is voor mensen. Ik weet nog, mijn ex kon zich daar onwijs aan irriteren. Die zei altijd: waarom maak je altijd zo'n zooi met koken? En dan zei ik: ja, nou, ik moet het toch zelf afwassen en opruimen. Dus waar irriteer je je aan? Ik snapte dat nooit zo goed. Maar goed, hij vond dat heel irritant. En ik zat er nooit zo mee. Ik maak nog steeds een troep. Dus ik heb lekker na het eten heb ik alles gewoon lekker afgewassen. Daar kan ik dan ook heel blij van worden. Dat alles weer lekker afgewassen is en terug de kast in staat. Terwijl ik afwassen echt verschrikkelijk vind. Ik haat afwassen. Een van de huishoudelijke klusjes die ik niet fijn vind is afwassen. Gewoon omdat ik na het eten dan eigenlijk geen zin meer heb om echt iets te ondernemen. Maar goed, het moet gebeuren. Ik hou er ook niet van om het te laten staan. Dus dat doe ik dan ook gewoon. Het gebeurt heel af en toe dat ik het een keer laat staan. Maar eigenlijk 90% van de tijd was ik gewoon af. Misschien wel 95% van de tijd. Dus, ik ga zo meteen even stofzuigen. Dan ga ik jullie even mee naar boven nemen. Want ik heb boven even een projectje wat ik ga doen. Dat ga ik boven even uitleggen. Ik moet even de was in de kast leggen. En daarna ga ik gewoon even lekker bullet journalen. Dus dat is eigenlijk voor nu de planning. Dus niet heel spannend of zo, maar gewoon eventjes lekker. Dus ik ga nu eerst eventjes lekker stofzuigen en eventjes de bakken scheppen. En dan tuigen we even naar boven met de wasmand. Want dan kan ik de was eventjes opruimen en dan laat ik jullie het projectje zien wat ik ga doen. Nou, ik ben dinsdag even met mijn vader bij de Action geweest. Die moest even wat dingen halen. Dus toen ben ik even mee geweest en toen heb ik dit kastje gekocht. En daar was ik al naar op zoek. Hij is weliswaar maar met 3 lades. Ik had eigenlijk gehoopt op 4 lades, maar die zijn bijna niet meer verkrijgbaar. Dus deze wil ik nu gaan inrichten. Dus daar ga ik jullie bij zetten. We gaan dus deze doos helemaal leegmaken. En dan komen hier de voorraadspullen in voor YouTube of de blog. Alleen ik heb een kleine een klein dingetje. Ik heb hier de producten van de Kruidvat staan. Nou heb ik daar vorig jaar een aparte video over gemaakt. Die werd heel goed ontvangen, waarin ik producten ook letterlijk ging uittesten. Nu is eigenlijk mijn vraag: zouden jullie het leuk vinden als ik deze producten van Kruidvat ook ga testen? Nog in een video. Dus laat dat even weten. En dan kan ik daar nog wat mee doen. Dan laat ik dit doosje nog even staan. Er zitten echt heel veel nieuwe producten in waar een prima look mee gemaakt kan worden. Maar laat het maar gewoon eventjes weten. Maar dan gaan we in ieder geval nu deze doos leegmaken en hier ook in doen. Dus dat is even de planning. Oké, ik ga nu alles eerst even onderverdelen. Dus ik ga hier de producten met de ogen neerleggen en hier voor de lippen. En dan komen daar de gezichtsproducten bij. Dan ga ik het eerst even neerleggen, zodat ik precies weet hoeveel ik heb. Dus ik ga dat nu eventjes mooi doen. Nou, ik heb de laadjes ingericht. Hier is alles voor het gezicht. Zoals je kan zien. Ik heb hier ook wat nageldingen bij gedaan. Dan hebben we hier de ogen. Oogschaduwpaletten, mascara, wenkbrauwen. Hier zitten ook de geurtjes bij in overigens. Dus dat is veel overzichtelijker zo. En dan hebben we hier alles voor de lippen. Alle lipproducten in. Dus ja, ik ben wel heel tevreden. Het is in ieder geval overzichtelijker. Dan ga ik nu even kijken wat ik hier verder ga doen. Ik denk dat ik eventjes het bureau opruimen, want dat is ook een beetje een bende van ellende geworden. Thank you.
plankje iets meer gepersonaliseerd. En nu wil ik proberen of ik hem nu wel goed ingebrand krijg. Dus dat ga ik nu eventjes proberen. Ik ga even tijger weghalen, want dit is natuurlijk gevaarlijk. We gaan even kijken of het nu wat beter gaat. Hij is af. Ik ben eigenlijk best wel tevreden. Dit is dus nu allemaal gebrand. Dus ik ga hem wel even goed laten afkoelen. Dan ga ik hem morgen even een dingetje achterhangen dat hij kan hangen. En dan ga ik hem aan de deur hangen. Ik ben eigenlijk best wel tevreden uiteindelijk toch wel met het resultaat. Het is eigenlijk gewoon eigenlijk met een stempel. Dus je krijgt een iets ander effect met het branden omdat er dus zwart onder zit. Maar ik vind het niet heel verkeerd eigenlijk. Dus toch, ja, ik wilde hem heel graag afmaken. Ik ben heel blij dat hij nu toch af is. Nou jongens, dit was toch wel een heel lekker middagje zo. Ik ben heel blij dat het houtbordje af is. Ja, ik vind het zelf heel goed gelukt. Ik ben wel benieuwd wat jullie ervan vinden. Ja, ik wilde het toch heel graag nog een keer proberen, want ik wilde hem gewoon afkrijgen. En dan kan die morgen eindelijk opgehangen worden. Hij ligt nu boven. Dan kan die eventjes gewoon helemaal goed afkoelen. Maar ik ben heel blij met het resultaat geworden. Dus dat... Goed, of ik ben heel blij met het goed resultaat geworden is, moet ik zeggen. Dus daar ben ik eigenlijk ook best wel trots op. Ik ben ook heel blij dat ik boven die bakken helemaal had ingericht. Dat was ook super fijn. Dus ja, dat is ook gewoon heel lekker dat het nu allemaal heel geordend ligt. En dat, ja, het geeft weer wat meer rust. Dus eigenlijk was het wel een heel lekker middagje. Ik heb ook nog eventjes ondertussen, toen de pen aan het warm worden was, heb ik even gebullet journaled. Was ook wel lekker. Dus ja, eigenlijk was het gewoon een super lekkere middag. Ik ga zo nog even lekker relaxen. Ik ga de verwarming even een tikje geven, want het is buiten ook best wel bewolkt. Dus het is best wel frisjes. Dan ga ik straks douchen en hopelijk nu lekker eten, maar dat komt vast wel goed. Vanavond hebben we natuurlijk Flikken Maastricht. Daar zit ik klaar voor. Daarna weet ik eigenlijk nog niet wat ik ga kijken. Misschien dat ik wel begin met Nieuw Amsterdam, want dat ben ik elke week aan het opnemen. Dus kan ik net zo goed aan beginnen. Verder moet ik de video in elkaar zetten en ik moet nog even één nieuwe foto maken. Dat ga ik zo eerst even doen, want het is nu nog licht. En dan ga ik daarna weer de Sinner kijken en Doc 12 heb ik vandaag. Dus eigenlijk verder een lekker avondje, gewoon lekker chill op de bank. Dus daar ben ik wel heel blij mee. Nog even wat werkzaamheden doen voor de blog, maar dat vind ik allemaal hartstikke leuk. Dus ja... Ik ben heel tevreden over vandaag. Ik ga jullie in ieder geval morgen weer zien, want ik ga nu verder toch niks meer doen. Ik heb een beetje een zere hand van het gebruiken van die brandingspen, want dat kost best wel veel kracht. En dan zal ik jullie morgen even laten zien hoe die dan hangt als ik hem opgehangen heb en hoe ik hem ga bevestigen. Dat is misschien ook wel even goed om te weten. Ik ga nu lekker relaxen, dus ik zeg bij deze tot morgen. Goedemiddag, het is zaterdag, het is 12 februari. Ik ben klaargemaakt. En ik heb vandaag niet zo heel veel op de planning. Ik moet even de kwasten wassen. En ik wil even boven nog wat doen. En ik ga eventjes het bordje ophangen bij de voordeur die ik gisteren dus heb afgemaakt. En dat is het eigenlijk ook wel. Gisteravond heb ik Flikken Maastricht gekeken. Was een hele mooie uitzending. Spannend ook wel weer. Dus dat was wel heel erg leuk om naar te kijken. Daarna heb ik Nieuw Amsterdam gekeken. En dat wordt nu uitgezonden op Net 5 elke dinsdag. En ik ben dat al vanaf het begin af aan het opnemen. En dan kijk ik dat dus. Zo ben ik gisteren weer begonnen met aflevering 1 van seizoen 4, geloof ik is dat. Was wel eventjes wennen, want er was wel weer het een en ander veranderd. Maar het was wel weer heel ouderwets en vertrouwd. Dus op zich ook wel weer heel erg leuk. Het voordeel van opnemen vind ik dat ik de reclames kan doorspoelen. Want er zit bij Net 5 natuurlijk wel reclame in. Daarna ging het even niet zo goed. Want ik kreeg heel erg last van mijn buik. En ik had wel gelijk zoiets van dit komt door de goulash. Want er zitten ingrediënten in die ik niet zo gewend ben om te eten.
uien, paprika. Nou, champignons eet ik wel iets vaker, maar ook niet super vaak. En ik stond op een gegeven moment op en ik stond gewoon krom van de buikpijn. Ik kon gewoon niet meer rechtop staan, zoveel pijn deed het. Gelukkig kon ik toen even naar het toilet toe. Toen was het op zich wel weer, toen zakte het wel weer langzaamaan. Maar oh, wat was dat verschrikkelijk. Ik heb nooit gehad dat ik zoveel pijn had dat ik er krom van liep. Maar ik was blij dat ik even naar het toilet kon. Toen heb ik de video in elkaar gezet en mijn thumbnail gemaakt en mijn blogpost geschreven. Toen ben ik de Sinner weer gaan kijken en daarna Doc 12. Ik heb mijn boek ook weer uitgelezen, dus ik mag vanavond weer een nieuw boek beginnen. Dus ja, op zich best wel een goede avond wat dat betreft. Ik heb mijn nieuwe kwast binnengekregen, die had ik dus vorige week besteld en dat was niet goed gegaan. Dus ik heb nu mijn stipplingbrush van Real Techniques. Ik vind stipplingbrushjes heel fijn en die had ik dus niet. Deze is voor blush en highlighter eigenlijk. Maar je kunt hem ook prima voor foundation gebruiken. Daar gebruikte ik hem altijd voor. Maar hij valt eigenlijk onder de wangen. Maar die kun je eigenlijk gewoon net indienen of gebruiken zoals je het zelf wil. Ik heb gisteren eventjes natuurlijk de boel opgeruimd. Maar toen kwam ik erachter dat ik wat dingen was vergeten. Dus dat ga ik zo meteen ook nog even indelen. Maar ik ga nu eerst eventjes stofzuigen. En dan zetten jullie straks met de kwastenwasser er wel eventjes bij. En dan gaan we natuurlijk even kijken. Ga ik jullie ook even laten zien hoe ik dus dat bordje die ik heb gemaakt opgehangen. Dus ik ga nu eventjes aan de gang. En ik neem jullie gewoon weer gezellig mee. En ik heb mijn nieuwe trui van Mickey aan. Die ik bij de Aldi had gekocht. Dus en ik wil eventjes de nieuwe spulletjes van de Zeeman eventjes in de handwas doen. Want dan kan ik die ook lekker gaan gebruiken. Nou, hier natuurlijk het plankje. Dan heb ik hier een setje. En hier zitten allerlei dingetjes in. Ik ga zo'n dingetje straks in de muur draaien. Deze. En daar gaat dan dit plankje aan. Nu ga ik even kijken wat ik er aan ga. Kijk, deze ga ik er nu in spijkeren. En dan kan die straks dus zo opgehangen worden. Dus dat ga ik nu eerst eventjes doen. Voor de zekerheid een touwtje dragen gedaan, zodat hij zeker niet kan vallen. Maar hij zit wel vrij stevig zoals ik het nu zie. Dus ik ben er wel weer blij mee. Vervelend licht hier. Ik heb net even het ondergoed opgehangen. Dat was al klaar. Dat had ik even in de handwas gedaan. Want ik ze allemaal bij de Zeeman had gehaald. Ik vind het zelf altijd prettig om kleding eerst te wassen. Voordat ik het ga dragen. Want anders gaat het kriebelen. En nou, dat hangt nu mooi alweer. Dat kan mooi even drogen. Dat is zo droog. Want ja, een handwasje is eigenlijk meer even uitspoelen. Ik ben blij dat het bordje hangt. Daar ben ik echt wel heel blij mee. Hij hing wel een beetje scheef, maar ach, weet je, dat maakt ook niet zo heel veel uit. Ik heb de kwast hier weer lekker schoon. Dat is heel fijn. Ik heb het nu even gauw met de hand gedaan. Dan was ik ook even iets sneller klaar, want het had boven iets meer tijd in beslag genomen.
dan ik dacht, maar dat heb ik nu ook weer voor mekaar. Ik heb lekker even gebullet journald. Ik heb eventjes februari bijgewerkt van deze week. En ik heb al een voorkant getekend. Die moet alleen nog ingekleurd worden. Maar ik vind hem zelf best wel leuk geworden. Dus daar was ik ook wel blij mee. Nu hebben de katten het lekker gegeten. Ik heb nog even wat mandjes omgewisseld. Ik had een heel klein mandje in mijn nachtkastje staan met snoertjes. Maar die was eigenlijk te klein. Die heb ik nu naar boven gedaan. Daar bewaar ik nu de zakdoeken in. Ik had nog een trommel van de wiskas. Daar ga ik nu het kattensnoep in bewaren. En die moet ik alleen even straks afwassen. En heb ik het mandje waar ik het nu in had, die heb ik dus nu weer naar de slaapkamer gedaan met de snoertjes. Maar dat nachtkastje moet even uitgezogen worden, want er ligt wat stof in. Maar dat doe ik morgen wel eventjes. Dus wat dat betreft best wel een lekker middagje. Ik ga nu nog eventjes lekker relaxen. Dan ga ik straks douchen en eten. Vanavond kijk ik weer, weet ik veel. Hopelijk gaat het goed. Maar vandaag zit Francis van Broekhuizen erin. En die vind ik best wel lollig. Dus ik denk dat dat best wel leuk wordt. Daarna ga ik even de roer omkijken. Ik ga de vlog voor het grootste gedeelte al in elkaar zetten vanavond. En daarna. Wat ga ik daarna doen? Nou, verder met de Sinner. En dan ga ik weer Doc 12 kijken. En ik moet natuurlijk vanavond even kijken welk mok ik ga uitkiezen. Maar dat weet ik nog niet. Maar dat is in ieder geval even de planning voor vanavond. Ik ga nu lekker relaxen. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien. Want ik ga nu verder toch niks meer doen. Want ik vind het voor nu wel weer eventjes mooi geweest. Dus ja, ik zou bij deze dan gewoon zeggen tot morgen. Goedemiddag op deze zondag. Het is 13 februari. Ik heb vandaag niet heel veel op de planning. Ik ga even stofzuigen, de groenten afhalen. Dan ga ik nog even naar boven. En ik moet foto's maken, dus dat is het eigenlijk ook wel. En dan is het om 4:15 uur tijd voor Ajax. En dat is wel een spannende wedstrijd, want we moeten tegen Twente. En dat is altijd lastig, maar ik hoop eigenlijk dat we weer net zo goed gaan presteren als afgelopen week. Ik heb gisteravond weer meegespeeld met Weet ik veel. Dat was een hele leuke uitzending. Leuke gasten ook. Ja, ik moet altijd heel erg lachen om Francis. En nou, ik ga elke week weer met volle moed tegenaan. Van ik hoop weer op een voldoende. Helaas weer niet gelukt. Maar het is wel leuk om mee te doen. Dat heb ik lekker gedaan. Daarna heb ik het roer omgekeken. Was wel een apartere uitzending. Want het was een koppel wat nog niet zo heel lang bij elkaar was. En die begonnen dus in het buitenland. Gingen ze iets opbouwen. Maar ik vind het gewoon interessant om te zien. Want ik zou er echt het type niet voor zijn om naar het buitenland te gaan. Om daar iets op te bouwen. Sowieso. Ik ben best wel. Ja. Ik ben überhaupt nog nooit in het buitenland geweest. Dus ik heb echt zoiets van. Oh ja, dan zit je gewoon lekker in je eigen huis. En dan denk je van wie is er van? Maar waar beginnen die mensen aan? Kan me daar gewoon niks bij voorstellen. Maar goed, het was wel leuk. Daarna heb ik de vlog even voor het grootste gedeelte afgemaakt. Ik ben ook al begonnen met het persbericht voor Essence. Want daar zijn ook de nieuwe producten alweer van bekend. Het kost altijd best wel veel tijd om dat in elkaar te zetten. Maar dat geeft niet. Ik vind het ook wel leuk om te doen. Daarna heb ik de Sinner gekeken. Vanavond de laatste aflevering van seizoen 2. En het eindigde heel spannend. Dus ik ben heel erg benieuwd naar de uitzending van vanavond weer. En daarna heb ik Doc 12 gekeken. En ik ben een nieuw boek gestart. Dus dat was het eigenlijk ook wel. Ja, ik ga nu gewoon eerst even stofzuigen en zo. Dan is dat gewoon gebeurd. En dan laat ik straks even de fotospullen zien. Want ja, verder heb ik eigenlijk niet zo heel veel te melden ook. Want er is niet veel gebeurd in de tijd dat ik jullie niet heb gezien. Eigenlijk niks speciaals of zo. Dus ja, ik ga dat even doen. Ik zie dat ik nog een vlekje heb op mijn bril. Die heb ik net gepoetst, maar dat is niet helemaal goed gegaan. Dus die ga ik even opnieuw poetsen. En dan ga ik eerst even lekker aan de gang. Gisteravond knapte de lamp in de douche en in de wc. Dus die kon ik vrij laat nog verwisselen. Volgens mij was dat 10 uur of zo. Dus die heb ik toen even nog een nieuwe ingedraaid. Maar ik had een beetje last van verkoudheid. Misschien hoor je het een beetje aan. Dus ik ben best wel verkouden en zo. Dus ik heb voor de zekerheid toch even een coronatestje gedaan. Er kwam ook een beetje keelpijn bij. Ik was aan het hoesten. Ik denk, nou ja, het zijn toch wel de symptomen die je hoort die bij corona passen. Maar ik heb even een testje gedaan en ik ben negatief. Dus het goede nieuws is, de verkoudheid bestaat nog gewoon. Het is niet allemaal corona, gelukkig. Dus nou, ben ik wel blij. Nu weet ik zeker dat het gewoon een verkoudheidje is en dat het geen corona is. Dus dat is dan wel weer fijn. Zo, de fotospullen. Ik heb hier nog een Lash Extension mascara van Max & More. Die wil ik nu toch maar eens even gaan proberen met een false lash effect. Dus ik ben heel benieuwd. Dan heb ik hier een Liquid Shadow Waterproof met een intense metallic kleur.
Deze heeft een 030 Fearless. Dan heb ik een paar producten uit een trendeditie van Essence. Dit is de Catching Clouds Collection. Ik heb hier allereerst een Hydrating Filky Face Mist. Ik heb een gekleurde lippenbalsem. Een primer. Een moisturizing primer. Een oogpotloodje, een witte, een inner brightening pen. Deze Cloud Touch Body Illuminizer. Deze mooie highlighter heb ik erbij. Dus hier ga ik mooi even foto's van maken, dan is dat ook weer klaar. Zo, ik heb inmiddels Ajax opgezet. Het begint nog niet hoor, we hebben nog even, maar ik heb hem alvast erop gezet. Het is op televisie, dus dat is wel fijn. Ik heb alles gedaan. De foto's zijn klaar. Ik heb boven nog het een en ander kunnen doen. Alleen tijgertjes met foto's maken de laatste tijd heel vervelend. Ze komt steeds in de fotostudio gelopen en dan moet ik er steeds weggaan. En ik blijf haar optillen. Ik zit op de grond. Het is niet zo lekker voor mijn rug. Dus ja, dat zijn gewoon even nare dingen. Ik heb al wel geïmporteerd, maar mijn laptop zit heel erg vol. Dus ik moet vanavond ook daar even wat mee gaan opruimen. Want dit is gewoon niet fijn. Maar goed, zometeen moeten eerst maar even lekker relaxen met Ajax. En hopen op een mooie wedstrijd. Verder ga ik vanavond 3 van de 3 kijken en mijn nagels lakken. Daarna kijk ik even een deel van Ontvoerd. Straks in ieder geval lekker douchen en eten. Ik moet foto's bewerken. Ik denk nog even verder met het artikel van Essence. Daar nog voor eventjes wat dingen mee doen. Uiteraard kijk ik de Sinner en vanavond heb ik ook Witse. Dus dat wordt verder ook wel de avond. Maar ik merk gewoon nu dat ik een beetje last van mijn rug heb. Omdat ik steeds tijgertje weg heb gehaald. Ik heb nog weer even wat. Ik zoek iets en ik kan het niet vinden. Ik ben zo'n heel klein. Ik zoek eigenlijk zo'n touwtje die je door je telefoonhoesje heen kan halen. En die heb ik ooit gehad. En ik weet niet meer waar ik dat ding gelaten heb. Dus ik ben alle laders aan het nakijken of die daar toevallig in zit. Maar ik heb hem nog niet gevonden. Dus goed. Dat moeten we nog maar weer eventjes verder gaan zoeken. Boven ben ik hem ook nog niet tegengekomen. Maar hij zal vast ergens liggen en ik weet nu gewoon eventjes niet waar. Ik ga nu in ieder geval eventjes lekker zitten en Ajax kijken. Dus ik ga jullie dan morgen weer zien. Want verder is er toch niks meer belangrijks te melden. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Goedemiddag op deze maandag. Het is 14 februari. Ik ben klaargemaakt en het is vandaag Valentijnsdag. Ik heb daar zelf helemaal niks mee. Voor de mensen die een geliefde hebben is het misschien hartstikke leuk. Maar ik vind dat allemaal van het commerciële gedoe. Dan denk ik van waarom moet er 1 dag in het jaar zijn dat je extra stilstaat bij de liefde. Ik bedoel als je van iemand houdt dan doe je dat het hele jaar door. En hoef je diegene niet extra te verwennen op Valentijnsdag. Want je kunt elkaar het hele jaar door cadeautjes geven toch? Dat is hetzelfde als van die dagen vader, moederdag, dierendag. Ja, hartstikke leuk dat je je ouders of je dieren dan een keer extra in het zonnetje zet. Maar dat kan het hele jaar door. Weet je, voor je dieren ben je het hele jaar door goed. En niet alleen omdat het dierendag is. Ik bedoel, daar doe ik dan wel aan, omdat ik dieren heb. Dan geef ik ze wel een extra lekker dingetje. Mijn ouders zie ik mij nog niet eens op vader en moederdag. Die krijgen aan de hand een keer een cadeautje. Ik doe er dan wel aan mee, maar eigenlijk vind ik het wel heel commercieel. Maar met Valentijnsdag heb ik helemaal niks, ook nooit gehad. Dus ik heb zoiets van, het zal wel. Gisteravond heb ik lekker 3 van de 3 gekeken. Ik heb wel weer gelachen, maar 10 was weer onwijs hysterisch. Ja, ik moet daar toch om lachen. Daarna heb ik gekeken naar Ontvoerd. Daar moet ik nog een deel van kijken. Was ook een lastige zaak. Ik heb ook echt nog geen idee waar deze zaak heen gaat. Dus ik ben wel benieuwd naar het einde. Ik heb mijn foto's bewerkt. Ik heb de laatste aflevering van De Sinner gekeken. Dat was weer heel erg mooi. Dus ik ben heel erg benieuwd naar seizoen 3. En daarna had ik Witse. En natuurlijk heb ik gistermiddag naar Ajax gekeken. Ja, dat was weer fantastisch. 5-0 gewonnen tegen Twente. En ik had het niet zien aankomen. Ik had het niet verwacht. Want ik weet altijd, Twente is een hele moeilijke tegenstander. Maar ze doen het gewoon weer. Dus ja, heel blij. Ik denk ook wel dat het meespeelt dat er nu weer lekker publiek bij is. Weet je, het wordt weer wat meer opgezweept. Hè? Het sfeertje hangt er weer. Ja, superleuk. Ik heb mijn nagels gedaan. Ik zal even het lakje pakken. Die ben ik weer vergeten. Wat is er, muis? Muis wil ook aandacht. Maar
Mijn muis krijgt de hele tijd door aandacht. De katten zijn heel erg verharderig. Ik weet niet of het herkenbaar is voor mensen die katten hebben of huisdieren. Maar ze zijn momenteel heel erg aan het verharen. Dat is echt niet grappig. Ik heb mijn nagels roze gedaan. En nee, dat is niet voor Valentijnsdag. Maar ik had gewoon zin in roze. En dat is gewoon het lakje van Kruidvat. Deze. Lekker fel. Dit is de 190 Pink Peachok. Dus die zit er weer mooi op. Mijn coach appte net ook al dat ze morgen weer gewoon kon afspreken. Dus dat was heel fijn. Ze zei al, ik zei al, nou super. Ja, zegt ze, vind ik ook. Ze zegt, het is helemaal niks zo'n week in quarantaine. Ik zeg, maar ja, het lijkt mij dus ook niet. Ik zeg al, ik heb van het weekend zelf ook even een testje gedaan. Ik zeg, maar het was gewoon negatief. Want ja, je hoort het gewoon na me. Ik ben gewoon echt best wel verkouden. Maar goed, ik weet nu gewoon dat ik geen corona heb. Dus het is gewoon een verkoudheidje. En daar doen we het gewoon mee. Want ja, het hoort erbij. Nu ga ik de kattenbak doen, de gang en de douche. Ik ga jullie meenemen, ik ga een wasje aanzetten. Dus dat is voor nu even de planning. Ik ga lekker even de muziekje aanzetten. Dat is altijd even net wat lekkerder met schoonmaken, vind ik. En dan gaan we maar eens eventjes wat doen. Want ja, het moet weer gebeuren. Dus ik ga jullie meenemen. Zo, wasje is klaar. Die zit al in de droger. Ik heb echt onwijs vervelend licht hier. Ik heb de groenten ook al eventjes in een pan gedaan en eventjes gewassen. Dus die staat ook al mooi klaar. Ik heb broccoli vandaag. Wat had ik nog meer? Nou ja, gewoon verder alles lekker weer schoon. Het ging eigenlijk heel vlot. Ik was vrij snel klaar. Volgens mij was ik rond 4 uur, 4:10 klaar. Dan heb ik nog even lekker een spelletje gedaan. Even lekker rustig gezeten. Nou, toen hebben de katten eten gehad. Toen heb ik even de was verwerkt, dus weer overgezet naar de droger. En ja, nu ben ik lekker klaar. Ik had alleen geen folders gehad op papier, dat vond ik wel jammer. Ik ben altijd wel iemand die het heel erg leuk vindt om folders ook nog even in het echt te kijken. Ook vooral omdat ik er best wel veel uitknip voor het bullet journalen, maar ook gewoon omdat ik het leuk vind. Omdat ik soms nog wel eens dingen over het hoofd zie met... het online kijken, maar ze zaten niet in de brievenbus helaas. Dus ze zijn niet bezorgd. En ik ben er nog altijd niet achter waar je dus kunt aangeven... joh, ik heb geen folders gehad. Maar mijn moeder heeft het ook een tijd gehad. En we zijn zo aan het zoeken geweest van... joh, waar moet je wezen? En we hebben het nooit kunnen vinden. Dus ik hoop eigenlijk wel dat ze volgende week weer wel weer komen. Want ik vind het toch wel jammer. Ik vind het altijd wel eventjes lekker om eventjes te kijken. Maar goed, helaas, nu niet. Ik ga zo nog even lekker relaxen. Dan zullen straks mijn moeder Natalie en Lente wel eventjes bellen. Ga ik daarna even lekker douchen en eten. Nou ja, koken en daarna opeten natuurlijk. Verder heb je vanavond goede tijden. En ik denk dat dat best wel zielig wordt. Want het had een heel zielig einde. Dus ik denk dat dat nog wel even sneu wordt. Verder ga ik helpen mijn man eens klussen kijken. Ben ik wel weer benieuwd naar. Ik ga sowieso even Animal Crossing doen. En eventjes ontvoerd verder afkijken. Ik ga mijn artikel schrijven en ik hoop eigenlijk het Essence-artikel nog even af te krijgen. Dus daar moet ik eventjes naar kijken. En vanavond begin ik met seizoen 3 van The Sinner en ga ik verder Witsen kijken. Dus dat wordt het verder ook wel. Maar ik ben wel blij dat alles weer lekker schoon is. Alles ruikt in de douche nou ook weer zo lekker fris. En al die kattenhaartjes zijn nu weggezogen. Want muis die komt dus continu in de douche. Die is soms zo snel als het licht. Ja, ik heb het over jou, hè.
Maar er komt, en in de slaapkamer doet ze dat ook de laatste tijd. Ja, dan heb je overal weer van die kleine haartjes. Maar goed, het is voor nu allemaal weer schoon. Ik ga jullie in ieder geval morgen weer zien, want ik ga nu verder toch niks meer doen. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze dinsdag. Het is 15 februari. Ik ben klaargemaakt. En ik heb al een extra video opgenomen, want ik zat al een tijdje in mijn hoofd met deze video. En ik dacht, ik ga het nu gewoon doen. Dus ik heb die video inmiddels opgenomen. Dus ook wel weer blij dat er weer een extra video is. Ik heb momenteel zoveel video ideeën dat het soms een beetje de pan uitstijgt. Maar goed, ik heb dus weer een extra video opgenomen. Ik ga zo meteen boodschappen doen en we gaan gezellig naar IKEA. Daar had ik wel zin in. Mijn coach zei van, we gaan naar IKEA toch? Ik zeg, ja, we kunnen het ook volgende week doen, want dan vallen de mondkapjes weg. Maar dat is pas vanaf 25 februari. Dus toen zei ze, nee, dan gaan we gewoon vandaag. Dus ik zeg, nou, gezellig. Ik heb gisteravond Help Mijn Man Is Klussen gekeken. Was op zich wel weer heel mooi geworden. Mooie aflevering wel. Ik heb ook Goede Tijden gekeken. Dat vond ik wel zielig, want er ging iemand dood en dat wist ik al wel. Maar komt dan toch soms nog weer eventjes aan. Ik heb ook even Ontvoerd afgekeken. Wat wel een hele aparte wending deze zaak. En ja, ik was echt heel verbaasd hoe dit afliep. Ik had het niet verwacht. Maar ja, het was dus wel heel interessant. Ik heb mijn artikel geschreven. Ik heb zelfs het artikel van Essence al afgekregen. Ik ben nog bezig met een extra persbericht. Dus ik heb echt wel lekker doorgewerkt. Daarna ben ik begonnen met The Sinner seizoen 3. Ik moet wel heel erg wennen, want het is weer even heel anders als de eerdere seizoenen. Ik heb nu pas 1 aflevering gezien, dus ik kan er niet zoveel zeggen. Maar tot nu toe vind ik seizoen 1 nog het beste. En daarna had ik Witsen, dus eigenlijk een prima avondje wel. Ik ga nu even stofzuigen. Ik weet nog niet precies hoe laat mijn coach er is, want het heeft ze nog niet geappt, maar ik verwacht dat ze er straks zo is. Dus dan ga ik even stofzuigen, schoenen pakken en dan ga ik straks gezellig de deur uit. En ik ga jullie gewoon even proberen nog mee te nemen onderweg. Dus dat is voor nu eventjes de planning. Ik heb ook nog even een gezellige video gebeld met mijn moeder Nathalie en Lente. En Lente was steeds aan het proosten. Die had een hele mooie nieuwe fles gekregen. Want Nathalie had een fles met water en Lente begon er ook uit te drinken. Dus zij vond het een beetje jammer dat ze niet meer zo goed kon meten hoeveel water ze nou dronk. Dus nu heeft Lente haar eigen fles. En ik moest steeds het spelletje met haar doen. Dan moet je zeggen, Lente, waar ben je? En dan gaat zij onder tafel. Je ziet gewoon haar hoofd hier boven uitkomen. Maar dat maakt niet uit. En dan komt ze tevoorschijn. Dan moet je heel verrast doen dat je haar ziet. Gaat ze helemaal lachen en dan komen die lieve tandjes tevoorschijn. Oh, heerlijk. Fijn om de zaterdag weer eventjes te zien. Heel leuk. Ik ga nu eventjes de laatste dingetjes doen en dan ga ik straks de deur uit. Dus nou ja, ik ga jullie dus meenemen vandaag. Terug van de boodschap. Ik heb compleet zere voeten van het wandelen. Maar dat geeft niet, want ik had hakken aangetrokken. En ik ga jullie even de boodschapjes laten zien. Dan ga ik mooi opruimen. Ik heb kattenbakvulling gekocht. Even de tassen pakken. Avondschijfjes. Patatjes. Slaapinken. Ik ben helemaal uitgeput, jongens. Echt. Een pakje melk. Spekreepjes. Toiletpapier.
boontjes. Chocomel. Kuppensoep. Bakboter. De harde brokken voor de kassen. En een zakje met snijboontjes. En dat zijn dus de boodschapjes. Ik ga dit zo mooi even opruimen. We hebben even een heerlijke kopje koffie gedronken bij de IKEA. Dat was heel lang geleden. Zat in de cappuccino. Zo lekker. Ik heb daar een chocolademousje bij gehad. En ik heb nog even een milkshake gehad aan het eind. Ze hadden geen ijs. Maar het was echt super gezellig. Super lekker. Heel erg van genoten. Het was echt heel erg leuk. Ik ga dit even opruimen. Dan ga ik douchen. Straks eten. Persconferentie kijken. Vanavond ga ik uiteraard... Married at First Sight kijken. Daarna kan ik mooi de vlog eventjes afmaken. En de foto's verwerken. Ik ga weer de Sinner kijken en ook weer witsen. Helaas, het slechte nieuws is, mijn vader heeft corona. Dus we gaan zaterdag niet naar zijn verjaardag. Dus dat kan niet doorgaan. Maar goed, het is niet anders. Dat doen we dan hopelijk misschien die week erop. We moeten even kijken. Er moet in ieder geval een nieuwe datum komen, want hij heeft dus corona. Ik ga bij deze in ieder geval de weekvlog afsluiten. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren. Het kan erop het rondje met mijn gezicht drukken of op mijn kanaal zelf. Als je op de hoogte wil blijven om nieuwste video's, kun je ook even op het belletje drukken. We krijgen een mail zodra er een nieuwe video online komt. Vond je deze video leuk, doe dan zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. En hoop ik je bij de volgende video weer te mogen zien. Doeg!